In het Zeeuwse Oostkapelle worden de douches op familiecamping Klein Rijnsburg volop gebruikt na een dagje strand in de zomer. De Green Key Camping wilde graag op een duurzame manier voorzien in de warmwaterbehoeften en vroeg lokale installateur Barry Staal of hij een zonneboilersysteem kon aanleggen. Een tijdrovende en uitdagende klus voor de ZZP'er en dus schakelde hij de hulp in van technische groothandel Renza. De eigenaar hier van de camping kwam met de vraag naar me toe van ja, mijn warmwatervoorziening is iets wat verouderd. En dan gingen we kijken en ja, inderdaad stond de warmwatervoorziening werd verwarmd door middel van gasboilers. Toen hebben we dus besloten om iets duurzaams van te maken. Zeker voor deze camping ook, die Green Key camping is. En ja, goed, de mensen waren echt wel van gecharmeerd om iets met zonnewarmte te doen. Nou, ik ben dus een eenmanszaak en ja, we zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk. En dan om ook nog zo'n installatie te berekenen, en, ja, dat komt er gewoon in de praktijk niet van. Dus dan zijn we blij dat Renza ons ondersteunt in dit gebeuren. Ja, Barry heeft ons die vraag gesteld. Daarop heb ik Barry gevraagd een inventarisatie te maken van het aantal tappunten wat aanwezig is op deze camping. Met die gegevens hebben wij een selectie gemaakt voor een 1000 liter vat gekoppeld aan 6 collectoren. Voor als de zon niet schijnt, wat natuurlijk ook in Nederland voorkomt, hebben we nog een backup met een 1000 liter indirect gestookte boiler gekoppeld aan de bestaande gaswandketel. Tevens is het zo dat we in de winter zeg maar, de warmste ondersteuning realiseren voor de aanwezige vloerverwarming in het complex, zodat we jaar rond optimaal gebruik maken van het bestaande systeem. De klant die benaderde mij, die gaat ervan uit dus dat ik gewoon een installatie lever die gewoon goed is, die het ook altijd functioneert, die goed functioneert. En als die niet goed functioneert, word ik erop afgerekend. Dus daarom ben ik blij dat ik Renza achter me heb.